Net als een heel groot deel van de Nederlanders ben ook ik thuis aan het werk. En ik weet niet hoe het met u zit, maar ik vind het soms best eenzaam, zo weinig mensen om je heen. In 2019 zei ongeveer 9% van alle 15-plussers dat ze sterke gevoelens van eenzaamheid hadden. Dat is ongeveer 1,3 miljoen mensen. Ongeveer een kwart van de 15-plussers gaf aan dat ze zich enigszins eenzaam voelden. We meten eenzaamheid aan de hand van een aantal stellingen. Voelen mensen leegte om zich heen? Hebben ze voldoende mensen waarmee ze zich nou verbonden voelen? En hebben ze genoeg mensen om zich heen waar ze op terug kunnen vallen als het even zwaar wordt? Naarmate mensen zich meer of minder herkennen in die stellingen, noemen we ze meer of minder eenzaam. Alleenstaande en alleenstaande ouders die geven het vaakst aan dat ze sterk eenzaam zijn. Zo'n 14-15%. En dat is ongeveer 2 keer zoveel als onder paren met of zonder kinderen. Niet alle alleenstaande of alleenstaande ouders hebben geen partner. Van de alleenstaande weten we dat ongeveer 20% een partner heeft waar ze bijvoorbeeld een latrelatie mee hebben. De groep alleenstaande met partner is aanzienlijk minder vaak eenzaam dan de groep zonder partner. Want van de alleenstaande zonder partner is ongeveer 16% sterk eenzaam. Sterke gevoelens van eenzaamheid verschillen eigenlijk niet tussen de leeftijdsgroepen. Maar wel valt op dat onder de 75-plussers ongeveer 1 op de 3 zichzelf enigszins eenzaam voelt. Wilt u nou meer weten over eenzaamheid? Volg ons dan op ons YouTube-kanaal.